De samenwerking tussen de overheid en start-ups vraagt een andere manier van werken. Start-ups zijn snel, passen zich makkelijk aan en hebben een jonge dynamiek. Een groot contrast met hoe de samenwerking verloopt met grote, invloedrijke partijen. Die nieuwe samenwerking vereist een andere aanpak en instelling voor overheidsmanagers. Hoe zij dit doen, zal in dit inzicht worden toegelicht. Vanuit Novum zijn we betrokken bij het Startup Investments programma van Binnenlandse Zaken. Daarbij hebben we start-ups geholpen in het verbeteren van een oplossing. Omdat wij als innovatielab weten hoe de overheid werkt en we weten hoe start-ups werken. Het grootste verschil is wel dat een start-up een beperkt aantal tijd en geld heeft om tot een werkbare oplossing te komen. Waar mensen ook voor bereid zijn om te betalen. Ze moeten zo vroeg mogelijk een product testen met mensen. En zo vroeg mogelijk moeten ze dus ook falen om hun product zo snel en zo slim mogelijk te verbeteren. De overheid is vaak gewend om lang te vergaderen, lang na te denken over dingen, veel op te schrijven. En vervolgens op het moment dat je dan iets gemaakt hebt, dan pas ga je testen. En dan kom je er vaak achter dat het wat je hebt bedacht in een aantal maanden, dat het niet is waar mensen op zitten te wachten. Een start-up is gewend om geconcentreerd aan één oplossing te werken. Binnen de overheid zijn we vaak gewend om op meerdere borden te schaken. We zijn met meerdere projecten tegelijkertijd bezig. Zo'n start-up team werkt multidisciplinair. Dus iemand die iets bedenkt, iemand die iets kan maken, iemand die iets kan ontwerpen. En daardoor krijg je in een kortere tijd een beter resultaat. Binnen de overheid zijn we gewend om allemaal in silo's te werken en in verschillende hokjes. En vanuit je eigen discipline iets te bekijken en te benaderen en niet het met z'n allen tegelijkertijd te doen. Op het moment dat je een uitdaging wil aandragen voor het Startup Investments programma, moet je zeker weten wat je uitdaging is. Je moet jezelf ook de vraag stellen, heb ik echt het probleem te pakken? Op het moment dat je dat op een gestructureerde manier hebt gedaan, middels ons Challenge Canvas, kom je uiteindelijk tot een beter resultaat, omdat een start-up beter weet wat de echte uitdaging is waar ze een oplossing voor moeten maken. Als je als organisatie wil gaan werken met start-ups, met bedrijven die ideeën hebben om onze problemen op te lossen, dan helpt het wel als je zelf ook snapt hoe ze werken. En wij zijn vaak gewend dat we het helemaal uitdenken van tevoren hoe het moet en dan gaan we het uittekenen en dan gaan we daarna vervolgens doen. Terwijl als je helemaal begint en je gaat testen zo snel mogelijk naar de markt, dat is een hele andere manier van een product ontwikkelen. Nou, de trainingen die we geven zijn eigenlijk heel simpel. We proberen onze collega's te laten doen. Dus we proberen ze te laten doen om snel iets te maken, te testen. In gesprek met Amsterdammers, de echte straat op, best wel een beetje eng, hè, dat je direct feedback vraagt op je product. En daardoor doorleven ze eigenlijk wat start-ups ook doorleven. Dus met weinig middelen, snel testen, snel naar je klant toe, snel je product oefenen en verbeteren, iteratief beter maken. Superleuk als je dit bij collega's ziet, want die zijn gewend om het op papier te houden en nu maak je in één keer naar de praktijk en dan merk je ook dat de manier om iets te delen en te verbeteren en te itereren met collega's en met Amsterdammers en met andere partijen werkt veel beter op het moment dat je het ook gaat doen en mensen het zien en het tastbaar maken dan dat je op een A4'tje typt wat ongeveer je bedoeling is. Als je het laat zien, en dan heb je direct door hoe het werkt en dan is het veel makkelijker om feedback te geven. Wat het voor ons brengt is dat we eigenlijk gaan stoppen met vooraf de oplossing helemaal gaan verzinnen van wat we eigenlijk nodig hebben. Maar dat we veel meer gaan denken vanuit wat is nou eigenlijk het probleem? Hoe zorgen we ervoor dat het schoon is? Hoe zorgen we dat het veilig is? In plaats van hoe gaan we het zo goed mogelijk schoonmaken of hoe gaan we zorgen dat we zo goed mogelijk handhaven? Ik ben Patricia Doorland en ik werk bij de directie Afval en Grondstoffen. Ik ben daar projectleider en doe vooral projecten samen met ondernemers. Ik heb de training gevolgd Startup Way of Working. Omdat ik geïnteresseerd was om vanuit een ander perspectief naar mijn eigen projecten te kijken. Ik ben al een tijdje bij de gemeente werkzaam en dan ontwikkel je een eigen manier. En ik vind dat toch wel fijn en verfrissend om een andere manier ook te leren. Om zo je eigen patroon ook een beetje te doorbreken. De training ging voornamelijk in op hoe je op een andere manier naar de opbouw van je, in mijn geval, projecten kan kijken. Dat je kortere sprints kan nemen, dat je vanuit een ander oogpunt naar de vraag kan kijken. En hoe je sneller tot de kern kan komen. Het levert mij op dat ik daardoor energie hou in de projecten die ik doe. Het is sowieso altijd leuk om op een andere manier naar je eigen werk te kijken. Ik ben heel erg van je blijft leren. Daarom zal ik altijd dit soort kansen wel oppakken als het een beetje mogelijk is.